Dat het belangrijk is om een stal goed schoon te houden is voor u niet nieuw. Maar denkt u wel eens aan uw omgeving. Met kleine aanpassingen voorkomt u een grote uitbraak van ziekte op uw stal. Nou, waar veel terrein te winnen valt, is als je paard in een groep staat, om die groepen in ieder geval constant te houden. En die samen uit één waterbak te laten drinken en dat niet te verspreiden tussen andere paarden. Waar je verder rekening mee moet houden is waar de wei zelf ligt. Als daar een ruiterpad naast ligt of je hebt buurpaarden in de buurt, dan is het fijn om daar een soort van bufferzone tussen te maken. Dus eigenlijk echt een groenstrook waardoor je kan voorkomen dat die paarden direct neus-neus contact hebben. Dat wil niet zeggen dat er zich dan via de lucht niks meer kan verspreiden, maar daarmee verlaag je het risico wel aanzienlijk. Mocht je een bedrijf hebben waar veel nieuwe paarden zijn, waar veel aanloop is van paarden, dan is het verstandig om één stuk wei in ieder geval af te zetten en die weer apart te houden van je vaste groepen, zodat daar in ieder geval de nieuwe paarden even op kunnen grazen zonder dat je direct besmetting hebt naar je andere stuk land. Een van de ziektes die door de lucht wordt verspreid is droes. Nederlandse paardendierenartsen stellen droes gemiddeld 1 tot 5 keer per jaar vast op een bedrijf, met alle negatieve effecten tot gevolg. Juist daarom zijn preventieve maatregelen rondom uw stal nodig. Droes wordt veroorzaakt door een streptococcusbacterie en die kan heel lang in de omgeving aanwezig zijn. Juist ook op plekken waar je normaal niet zo snel aan denkt, zoals hekken of omheiningen. Daarom is het belangrijk om die groepen eigenlijk in een vaste weide te houden, de waterbakken regelmatig schoon te maken en te controleren en te zorgen dat daar niet veel verloop is tussen paarden. Wij laten nieuwe paarden zeker niet meteen in contact komen met onze eigen paarden. Zo proberen we uitbraak van eventuele ziektes te voorkomen, totdat we zeker weten dat de paarden niks mankeren. In de weiden houden we rekening met dat de paarden allemaal een eigen landje hebben, dus dat er ook niet verschillende mest van verschillende paarden op hetzelfde landje komen. Vergeet zeker niet om mestonderzoek te doen bij nieuwe paarden die in de groep komen. Daarnaast is het heel verstandig om in ieder geval 2 keer in de week de mest uit de wei te halen. En is het heel belangrijk dat de paarden ook echt gevaccineerd zijn en dat dat gecheckt is. Wat verder belangrijk is, is om je handen regelmatig te wassen tussen de verschillende contacten met paarden.